Internetten en bellen verliep feilloos in de binnenstad op 31 december tijdens de Oroyari-viering. Dit komt door de investeringen die zich gedaan op het mobiele netwerk van Telesur, zegt Paulus Hill van de afdeling Service Assurance. De afdeling had als missie om goed voorbereid te zijn op de enorme drukte. Hill zegt dat de voorbereidingen naar het einde van het jaar toe verschillend zijn geweest. Hij legt uit wat er precies is gedaan. We hebben investeringen gedaan in 4G mobiel en 5G netwerk hebben we uitgerold. En daarnaast hebben we dus intern stappen ondernomen om die netwerken met elkaar te laten communiceren. Omdat wij anticiperen op eind van het jaar, december, en is het belangrijk dat klanten kunnen bellen en internetten. Dat ze hun geliefden niet zouden kunnen bereiken, moest niet een van hun zorgpunten zijn. We hebben afspraken gemaakt van zo ziet het netwerk eruit, hier en daar is er wat versterking nodig. En vervolgens hebben we dus die versterking uitgevoerd in het veld. Op eerste en tweede kerstdag bijvoorbeeld, waar de meeste mensen bezig waren met geliefden en familie enzovoorts, waren er teams in het veld die voorbereidingen aan het treffen waren, zodat de komende dagen na kerst ook men vrij kon bellen en internetten. Dus die voorbereidingen werden in het veld gepleegd. Hill merkt verder op dat er rond oudjaar een stijging was in het dataverbruik van telesuurgebruikers. Dat komt omdat de feestgangers meer gebruik maakten van internetbellen en social media, zegt hij. Dus vandaar dat ons internetdataverbruik ook is toegenomen en dat is ons het meest opgevallen. En het is toegenomen met maar liefst 37% in 2019. En daarnaast zijn er ook dus mensen die gewoon de telefoon pakken, traditioneel bellen. En daarbij hebben we gemerkt dat we slechts 1,3% aan onderbrekingen hebben geregistreerd op het netwerk. Voor de rest is alles smooth gegaan. De mensen hadden niet eens door dat ze zich druk hoefden te maken, dat ze niet gaan kunnen internetten of bellen. En dat stemt ons heel goed. Het geeft dus aan dat de voorbereidingen die getroffen zijn inderdaad positief zijn geweest. Paulus Hill, manager van de afdeling Service Assurance van Telesur. Wij spraken hem over de verbetering van het netwerk van Telesur. Feestvierders konden tijdens de Oroyari-viering probleemloos bellen en internetten.